dat stelt mij af, dus meer dan voldoende. Ik vind het bijzonder aan dat jullie met zoveel mensen hier vanavond zijn. En ik vind het ook bijzonder aangenaam voor mij om deze avond te kunnen en te mogen inleiden. Zo'n 10 jaar geleden, ik heb het eventjes gecontroleerd in Beijing, zo'n 10 jaar geleden zochten wij een medewerker / medewerkster om bij ons het postgraduate mee te helpen trekken. En zoals dat vandaag dat hoort, als je een sollicitatie uitschrijft, dan vraag je een enthousiaste medewerker die zich met 100% zal inzetten. Die kent de clichés, neem ik aan. Wel, we hebben gekregen wat we gevraagd hebben. En soms zelfs net iets te veel van hetgeen dat we gevraagd hadden. Het enthousiasme van Eline kent eigenlijk geen grenzen. En als ze iets wil bereiken, dan zal ze het ook bereiken en dan zou ik het geweten hebben. Het was niet alleen het enthousiasme, dat zij voor de vakgroep werkt. Zeker, dat ze, ik mag niet zeggen een duo viraat, want dat klopt niet, maar zeker dat ze samen met alles in het bureau zit, wat er bij ons veel meer afgelacht. We hebben ook veel meer plezier. Dat is ook van de minste 5 verbeteringen geweest. Want ik zal geen geheim verklappen als ik zeg dat de unieke vak heel vervelend is. En dat is dan toch een beetje veranderd. Goed, maar zoals alle goede dingen die alleen maar goed zijn, is er ook een keerzijde aan. En die keerzijde, daar hadden we niet zo goed zicht op, want ze verdwenen af en toe. We zagen ze meestal korte periodes niet meer. En dan hoorden we verhalen dat ze zich teruggetrokken had. We dachten eerst in een klooster, maar dat geloofden we eigenlijk niet echt zelf. Het bleek dat ze zich terugtrok ergens in de natuur en dat ze aan het schrijven was. En dat dat voor haar duidelijk heel erg belangrijk was. En datgene wat ze schreef, dat hield ze in eerste instantie al van een geheim, maar uiteindelijk mochten we er van dingen van lezen. En dat waren, dat mag ik niet terug kunnen zeggen, dat waren eerste pogingen. Er waren nog heel wat aan te sleutelen vielen. Maar Eline zou Eline niet zijn, mocht ze zich daar niet aan vastgebeten hebben en dat niet, dat sleutelen niet doorgevoerd hebben, tot op het punt waar we ons vandaag, vanavond, bevinden, met name de publicatie van het eerste boek. Ik denk dat ik een van, dat ik tot het groepje behoor van de eerste mensen die het hebben mogen lezen in manuscriptvorm. Ik had ook al een aantal van de vorige dingen gelezen. En van dit manuscript was ik onmiddellijk overtuigd van ja, dit is potentieel een zeer goed boek. Er moest toen wel wat aan veranderd worden, zoals aan elk manuscript. Maar ik had onmiddellijk door dat dit potentieel een zeer goed manuscript is. Niet alleen om de thematiek, het is niet het thema wat een boek goed maakt, maar wel omwille van het doorleven karakter van die thematiek. Het is natuurlijk een bijzonder tragische inhoud. Dat mag ik wel, dat is niet verklappen, dat is al duidelijk door de folder die rondgestuurd geworden is. Het gaat over het verlies van een kind. Dat is ongeveer zo het ergste wat iemand kan meemaken. En de verwerking daarvan, in het ideale geval, gebeurt inderdaad via spreken, schrijven en luisteren. En het verhaal, dat hij neergeschreven heeft, laat een man aan het woord die dat trauma probeert te verwerken via het woord. En dat krijg je dus te lezen. Wat mij bijzonder getroffen heeft, er staan heel veel mooie dingen in, maar wat mij bijzonder getroffen heeft, is een van de meest tragische aspecten die nooit ontbreken bij zo'n trauma, dat is het schuldgevoel. Dat is compleet onbegrijpelijk als je daar zelf nooit mee te maken gehad hebt. Iemand maakt een trauma mee, is er slachtoffer van, en die man of die vrouw voelt zich dan iemand schuldig ook. Ja. Wel, in de roman komt dat eigenlijk op een heel fijne manier aan bod. Naast geeft er andere dingen. Maar goed, dat is dus geen van de zaken die daar bijzonder in geadviseerd heb. Goed, het is niet de bedoeling dat ik hier te lang het woord neem. Ik ben al te lang bezig, vind ik zelf. We gaan een mooie avond tegemoet. We gaan in eerste instantie een interview horen. Ze zien. Waarbij denk ik toch een aantal aspecten van het boek aan bod zullen komen. En daarna komt iedereen zelf aan het woord met wat
zij een verrassingscursus genoemd heeft, wat de teksten betreft. En vervolgens naar alle oude Vlaamse gewoonten zullen we ons overgeven aan spijs en drank. Dat is ongeveer het programma voor deze avond. Ik denk dat iedereen in dat wel min of meer verwachting gaat. Ja, aan jullie. Ik heb niet uit verveling een telefoon bij me af en toe te kijken, tijd. Want Lee maakte zich heel veel zorgen over hoeveel tijd we gingen praten. Hoe lang duurt een gemiddelde sessie? Beveling? Daar gaan we voor. Maar het kan ook plots onderbroken worden, dacht ik. Hè? Wie weet. Na 5 minuten zo. Een vraag die ik eigenlijk zelden stel bij auteurs, omdat het een vanzelfsprekendheid is dat zij schrijven, want dat is wat ze doen. Het was wel het eerste waar ik aan dacht toen ik dit begon te lezen, omdat ik ken jou niet echt, dus duiden, maar ik weet wel wat jij doet en waar jij mee bezig bent. Dus ik dacht, dat is een hele algemene, misschien moeilijke vraag, maar waarom? Waarom ben je dit beginnen te doen? Dat is meteen al een moeilijke vraag, denk ik. Laten we zeggen, schrijven heb ik altijd al aan gedacht. Ik heb nooit gedacht dat ik er mijn beroep van ging maken, maar ik merk wel dat ik altijd dagboeken bijgehouden heb. En hoe ouder dat ik werd, hoe meer dat ik eigenlijk gewoon geneerd heb. En dus schrijven heb ik altijd gedaan. En zeker met de studie psychologie te beginnen, heb ik ook wel gemerkt dat er iets therapeutisch uit had, laat ik zo zeggen. Dus we hebben schrijven omdat ik er iets in heb. Omdat het iets van binnen naar buiten brengen is. Iets van afschrijven, zoals men zegt. Nu, dat boek, denk het eenvoudigste om te zeggen, is dat het er moest liggen. Dat is meestal de beste drijfveer, hè? Het moest. En waarom moest het? Ik heb het geschreven in 2010. Dus dat is al een heel eind geleden. Ik heb daar ongeveer toch een jaar of twee over gedaan. En dat is gelijkaardig begonnen met het verlangen naar moederschap, zeg maar. Ik ontwaarde bij mezelf een verlangen naar moederschap, maar dan botst je op obstakels, hè, waarvan dat je eigenlijk niet goed weet waar dat ze mee te maken hebben, in het eerste zicht, of waar dat ze komen. En dan ben ik een kind schrijven geslaan. En uit mijn pen vloeide een boek over het verlies van een kind, zonder dat ik bewust dacht van ik ga daar nu zo'n boek over schrijven. Dat was meer van ik, want zo gaat het altijd bij mij. Ik schrijf en ik word verrast door mezelf. Nee, dat was geen voorgesteld plan. Nee, er was geen voorgesteld plan, maar ik merkte dus dat mijn boek daarover ging. En in 2012 heb ik dat neergelegd. En dat ook niet veel later. Heb je kinderen gemaakt? Voilà, prachtig resultaat. Ja. Dus het was iets dat er moest liggen. Een eerste geboorte, zeg maar. Dat achteraf beschouwd iets te maken heeft met angst voor moederschap, angst voor verlies. En iets waarvan ik dacht van, dit moet eruit, blijkbaar, alvorens dat ik de sprong maak. En toen ging alles vanzelf. Als jij zo expliciet een paar keer moederschap zegt, dan moet je ons toch eens uitleggen waarom je dan het perspectief van de vader hebt ingenomen. Ja. Want het is wel opvallend als je het leest inderdaad, dat, dat die vader heel veel projecteert en heel veel nadenkt door wat hij ziet, door wat hij heeft gezien bij dat moederschap, wat dat precies is, dat moederschap. Waarom heb je daarvoor gekozen? En was dat meteen zo? Het zijn twee vragen. Waarom heb je daarvoor gekozen? Voor het vaak, voor wat is een man voor dat perspectief? Ik heb mij die vraag ook gesteld. En ik vind dat een zeer leuke vraag. En ik heb daar verschillende mogelijke antwoorden op verzonnen. Ik stel het maar hoe dat is. En de eerste is, denk ik, dat mij toestaat om wat meer afstand te nemen. Is makkelijker. Makkelijker. Ik denk vanuit de positie als moeder schrijven dat dat veel moeilijker zou gevallen zijn. Dus ik denk dat het enerzijds een veilige keuze was. Anderzijds merk ik toch ook wel dat het simultaan gelopen is met mijn traject in Saint-Triasso. Dat is eigenlijk een opleidingscentrum voor filosofie in het zuiden van Frankrijk. En daar ontmoette ik eigenlijk heel wat oude mensen, 70-plussers,
in de fleur van mijn leven, met van alles bezig. En dat heeft ook mijn visie op ouderdom veranderd. Vandaar denk ik een oudere man. Ja, dat zijn twee aspecten. Hè? Ja. Ja. Dat het een man is, heb je er iets voor verzonnen. Ja. Iets dat dicht bij de waarheid ligt, denk ik. En waarom het een oudere man is die terugblikt. Ja. Ja. Ben je ouderdom beginnen waarderen daar? Ja, absoluut. Ik denk dat ik ergens zo het idee had van ouderdom, dat is, het is gedaan. Het is aftakelen. Terwijl ik heb echt wel gezien dat anders dat niet zo is. Maar ik denk eerlijkheidshalve dat ook te maken heeft met feit. En dat is een beetje paradoxaal dat ik nu zeg, maar een oudere man heeft zijn leven al geleefd en blikt terug. En dat is voor mij op een of andere moeilijk te begrijpen manier ook een veilige keuze. Omdat het leven al geweest is en dat je daarop terugblikt en niet dat het nog moet komen. Dus die man, ik schrijf van het verwerkingsproces doorheen in het boek, maar hij is er voorbij. Ja. Hij staat er niet met mijn lichaam. Op die manier natuurlijk. En dan zitten we bij het schrijfproces, denk ik, kan je hem heel veel wijsheid in geven. Mm-hmm. Heel veel inzicht. Iets wat jij vanuit je andere leven dan het schrijvende leven waarschijnlijk hebt opgebouwd. Mm-hmm. Ja, ja. Ja, en anderzijds ben ik daar niet zo bewust mee bezig. Zelf denk ik eerder, maar dat is moeilijk om uit te leggen. Het vooruitzien op het leven gaat ook gepaard met alles, denk ik. Misschien dat mensen zich daar wel een voorstelling mee kunnen maken, maar niet weten wat dat gaat komen, is ook vrij beangstigend. En ik kan dat zelf niet goed uitleggen, maar ik denk, ik heb over die vraag nagedacht omdat ze helemaal gesteld is. En ik denk dat dat daar ook ergens mee te maken heeft. Dus eerder dan dat ik een ervaring wil meegeven, een soort van leven dat geliefd is en waarop dat teruggeblikt wordt, denk ik ook dat er ergens die angst doorwerkt. Dus dat ik niet geconfronteerd moet worden met iemand die zijn leven nog moet beginnen, maar iemand die het al gedaan heeft. Dat is moeilijk. Maar ik denk, wacht hoor, dat we dat misschien wel begrijpen. Maar je hebt nu wel al 20 keer angst gezegd, denk ik. Hè? En ook hoe je die als schrijvende, en door perspectief, en door de ouderdom, en door de afstand, op afstand houdt. Maar tegelijkertijd ben je wel 207 pagina's bezig geweest met het ergste van het ergste. Op alle mogelijke manieren, langs alle mogelijke kanten. Ja, prettig is anders. Ja. Maar dat hoeft niet prettig te zijn. En ze zeggen, ja, nee, het is helemaal niet prettig. Ik denk dat een van de eerste dingen is die ik ook tegen Anne heb gezegd, van dit is een prettig verhaal. En denk de dag dat er een prettig verhaal uit in mijn hand gaat doen. Dan moeten we ons zorgen maken. Mogelijk stappen. Dus ja, nee, het gaat over verdriet. En natuurlijk staat daar als auteur niet los van. Nee. Maar goed, maar dat je zegt, het is geen prettig verhaal, het is nog iets anders dan wat ik jou een paar keer wil zeggen. Op die manier heb ik die angst een beetje op afstand gehouden. Maar dat schrijfproces en dat helemaal ondergaan, moet toch redelijk beangstigend geweest zijn. Ja, en toch veel. Want het is mijn personage die erdoor gaat. En ik zelf natuurlijk ook, hè, maar het was een veilige manier om iets van dat verdriet of die angst te confronteren. Dus ja, terwijl ik ook al als ik daarop terugkijk, je creëert een personage en je raakt daar verwant mee. En je voelt wat dat die voelt. Maar toch zeg ik niet. En dat is zo zinvol, denk ik. Het is anders dan door te gaan spreken en analyse, waar dat over jezelf gaat, en waar nog allerlei manieren, denk ik, uitvindt om daar rond te blijven. Maar dit is er ergens doorgaan en toch ook een beetje erbuiten blijven. Mm-hmm. Of wel? Zullen we het dan een monoloog interieur noemen van een personage? Hè? Ja, ja, denk het wel. In hoeverre is dat dan verschillend dan wat jij rond jou ziet in jouw werk in je leven? Rond? Wat jij ziet, je hebt het dan net, het is anders dan in een analyse. Maar wat is het verschil tussen een analyse en deze monoloog interieur van deze meneer?
Dat is een moeilijke vraag, want uiteindelijk denk ik dat schrijven voor mij eenzelfde effect heeft. Misschien zelfs nog een beter effect dan het spreken op zich. En ik weet niet hoe dat komt. Het is ook absoluut geen beredeneerd proces, het is geen rationeel proces, het is geen redenatie. Dus ik zit achter mijn bureau en dat vloeit eruit. Dus het is iets van denken, het is ook een confrontatie met zo'n onbewuste denken. Het is iets van binnenuit waarvan je eigenlijk vooraf niet weet wat dat is. Het wordt gecreëerd, net zoals bij het spreken eigenlijk, in analyse denk ik. Creëert je ook, want je weet niet wat je gaat zeggen. Je wordt verrast door wat je praat je mond voorbij, zeg maar. Denk ik dat ik mijzelf voorbij schrijf. En dat gebeurt heel veel later als ik passages aan lees, dat denk ik. Dus, dat schrijven. Dus is er een verschil? Ik weet het niet. Ik weet ook dat ik heel vaak mensen die bij mij komen spreken, dat ik met hen op zoek ga naar punten van creativiteit. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dat heel werkzaam is. Spreken heeft diezelfde capaciteit, heeft hetzelfde effect, maar creatie kan ons, je kunt daar ook door laten verrassen, je kunt ook verrast worden en daar niets bewerken, denk ik. Want dat is wel een bewerking. Nou ja, ik heb iets bewerkt. Want dat is wel ook een verschil tussen het spreken en het schrijven. Als het gezegd is, het hangt in de lucht, maar het is ook weer weg. Ja. Spreken is op een bepaalde manier heel vluchtig. Maar het geschreven, dat heb je daarna waarschijnlijk ook nog bewerkt. Je hebt het in elkaar gezet, je hebt er aan gepuzzeld, je hebt er aan geknutseld, toch? Het is er niet zo uitgekomen, toch? Nee, en ja. Eigenlijk is dat, want ik heb andere dingen liggen denk ik waar dat er heel wat werk aan is, maar dit is vrij ruw uit mijn handen gegaan naar een bevriend redacteur, zeg maar. Die daar een aantal aanpassingen op gedaan heeft, maar eigenlijk is het wel een vrij ruw materiaal. Het is niet dat ik daar heel veel aan gelezen heb of daar heel veel op gewerkt heb. En ook niet wat betreft, we gaan niet te veel prijs geven, maar er is een opbouw in de tijd uiteraard, en terugblikken en meer beschouwingen, en die opbouw in de tijd en daar die beschouwingen tussen, dat in elkaar passen, dat is toch achteraf gekomen. Ja, het is ook al van 2010 geleden. Ja, dat is waar. Misschien dat ik, de enige formele operatie dat ik mij goed herinner, en dat was ook op basis van hetgeen wat Stijn, de redacteur, me had gezegd, je moet titeltjes geven. Zijn kleine passages dan? Ja, het waren eerst sterretjes, gewoon sterretjes, tussen elk stukje. En dan heb ik het titeltjes gegeven. Dat is echt een operatie die ik gedaan heb. En dan voor de rest, ja, heb ik daar niet veel aandacht. Dat moest daar ook liggen, dat lag daar en dat was blij. En ik heb dat laten liggen. En dan heb ik dat één keer proberen indienen, ik denk 2013. Maar dat was zonder resultaat en ik heb dat laten liggen. En dan in 2016 of 2017, het was 2017 misschien. Dacht ik, op basis van een ervaring met iemand die ook schreef, waarom probeer ik het niet nog een keer? En ik merkte, dat was ook iemand anders, want dat was een aantal jaar overgegaan en dat was een product dat kon loslaten. En dan kijk. En hoe schrijf je iets? Want je begint eigenlijk daarnet met te zeggen, ik heb altijd al geschreven. Schrijven hoort bij mij, dat doe ik. Waarom moet ik naar buiten? Ik denk dat het heel lang niet naar buiten is om te gaan. Ik denk het belangrijkste met betrekking tot dit boek, ook opnieuw retroactief, was moederschap te koop. Je wordt geconfronteerd op een bepaald moment met dingen die niet werken, niet marcheren, je lichaam dat tegenwerkt, of wat mogelijkheden dat je daar mogelijk bij kunt verzinnen. En ik merk, ik begin te schrijven. Dat moest eruit, want dat was ook een arbeid. Ik voelde dat als een arbeid, een soort van fysiek proces bijna. En dan lag dat daar en dan veranderen de dingen in je leven. Je wordt moeder. Je ervaart dat de dingen weer dynamisch zijn, dat ze in beweging komen. En dat is een beetje een vergetelheid geraakt. Dus het belangrijkste was denk ik om het te leggen.
Nou ja, want ik heb het over nog een andere manier van naar buiten komen, het publiceren. Ja, dat is iets. Ik heb het geprobeerd in 2013, maar zonder resultaat. Ik heb het eigenlijk vrij snel losgelaten. Dat ik dacht van oké, dat is misschien niet het allerbelangrijkste, dat is natuurlijk wel een droom. Ik denk dat elke schrijver is wel stiekem hoop dat je publiceert wordt, uiteraard. Zo liggen zijn mocht ik dat ontkennen. Ja, dat maakt het verschil tussen wat je noemde. Ik heb altijd dagboeken bijgehouden, dat is voor jezelf natuurlijk. Of voor wie het ook bedoeld is, maar goed, dat schrijf je niet om te publiceren. Dit is iets anders, hè? Als je beslist om het in te dienen, dan is er een verlangen. Ergens in deze vrouw, dat zegt ik wel dat mensen dit lezen. Ja, en loslaten. Dat is bij mij nog een keer extra naar buiten. Nu mag het weg. Nu mag het onder andere ogen komen. En tegelijkertijd misschien ook, wie weet, bereik ik daar een aantal mensen mee die daar ook het zijn. Die zich op een of andere manier wel een stukje kunnen vinden in dat er een voorbij dat verdriet is. Je kunt het natuurlijk nooit vergeten, maar ik denk wel dat er een punt er voorbij kan zijn. We gaan het schrijverschap nog straks even inhoudelijker, maar was je bang uit de wereld, denk je? Absoluut, ja. Helemaal? Ik denk dat wel, ja. Absoluut. Nog steeds. Ja. Nog steeds. Omdat het uiteraard van binnenuit komt, van dichtbij komt. En dat je altijd schrik hebt voor het oordeel van de ander, denk ik. Dat maakt een beetje mens, denk ik. En het is nooit fijn om iets negatief te weten. Maar ik denk dat dat ook de tijd is. Het ligt er uiteindelijk al zo lang voor mij, dat ik ook wel op een punt ben van het kan, dat het mag. Ja. En ik aanvaard alle mogelijke commentaar dat in mijn richting komt. Maar natuurlijk, het is schrik, ja, zeker. Ben jij benieuwd naar wat mensen ervan vinden? Of denk je, lees het maar en ik hoef het niet te weten? Ja, benieuwd. Ja. Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig. Maar tenzij hij dat ooit. En ik weet niet welke auteur dat hem citeerde, maar dat was een auteur die zei: ik ga het eigenlijk wel de positieve recensies schrijven. Want uiteindelijk en de negatieve daar dan niet veel. En dat ook wel. Ja. Probeer het terug. Zeer goede raad. Bepaald zeggen, je gaat echt in op alle aspecten van wat het is om het ergste mee te maken. Alles tegen op dat schuldgevoel, hè? Dat irrationele ding, dat als je dit leest, ook denk je, maar nee, maar dat doet er niet toe natuurlijk. Hè? Dat is één aspect dat er inderdaad heel sterk in naar voren komt. Hoe ken jij al die aspecten van rouw zo goed? De moeilijkste vraag. Ik wil ze ook niet stellen, want het lijkt me stom. Maar ik zal beginnen met mezelf een beetje op te warmen. Het heeft niet te maken met mijn privépraktijk. Want dat denken natuurlijk veel mensen als ze lezen dat ik therapeut of psycholoog ben. Dan denken ze van oké, dat is een boek over verlies. Zij heeft met mensen gesproken die een kind hebben verloren. Zou kunnen. Ja, zou kunnen. Of verlieservaringen hebben meegemaakt. En uiteraard kom ik in mijn praktijk met mensen in contact die trauma's of verlies hebben meegemaakt, natuurlijk. Maar het komt niet voort denk ik, uit die ervaring. Die voort uit de ervaring van mensen die je kunt verliezen. En dan ga ik een andere collega citeren, die er vandaag niet is. Maar zij zei mij, eindig ze. Het is geen werkelijkheid. Laat mij zo zeggen, dit boek is geen werkelijkheid. Het is een literaire roman, maar het rijmt met de werkelijkheid. In die zin dat dat een verhaal is die uiteraard zijn grondslag heeft in een familiegeschiedenis, in mijn familiegeschiedenis. Waardoor dat ik denk, maar dat is ook maar een vraagteken, dat je dat verdriet, ook al heb je dat niet van dicht, je hebt dat wel van dicht meegemaakt en niet van dicht meegemaakt, maar dat verdriet zit ergens in je leven. Dat doorleeft. Ja, dat denk ik wel. Bijna zou ik zeggen, in elke poging of in elke cel zit dat erin.
En als je daar op een of andere manier aan voorbij gaat, dat was toch zo bij mij. Of daar niet actief iets mee doet, doet dat wel iets met u, denk ik. En ik denk in 2010 dat dat op een anders niveau een besluit is dat ik genomen heb. Dat ik er iets mee moet doen met dat verdriet die daar is leeft binnen mijn familie. In plaats dat het nog langer iets deed met mij. Ja. Als dat duidelijk is. Ja, ja. Zeer. Wat worden die keef, denk ik, hè, voor die begon. Hij heeft ook een kind verloren en ik herinner mij in die prachtige film, zegt hij, en het komt ook in dit boek naar voren. Opeens zag ik in de blik van andere mensen medelijden. Ik ben nu iemand met wie andere mensen medelijden. En dat vond hij zelf een van de moeilijkste dingen om te ervaren. Dat je dus verandert in de ogen van andere mensen. Dat is ook een van de aspecten die hier hard in naar voren komt. En hoe moeilijk dat is voor die persoon. Ja. En op een manier is dat begrijpelijk. Hè? We zijn ook mensen, en ik denk mensen die een kind hebben verloren, dat we ons daar niets kunnen bij voorstellen. Als je dat zelf niet hebt meegemaakt. Nu, er zijn geen gradaties in verlies natuurlijk. Hè? Ik denk dat elk verlies zijn eigen trauma heeft. Maar ik denk dat dat net iets, dat je confronteert met iets. Hoe moet je daarmee omgaan? En dat mensen niet goed weten wat ze ermee moeten omgaan. En ja, in het jongere geval krijg je dan een blik van medelijden of orgasme. Mensen willen daar denk ik niet te veel mee bezig zijn, of misschien niet aan denken, gaan daar liever aan voorbij. Dus dat was ook iets in mijn personage waar ik wel een stuk mee bezig was. Ik wilde dat hem dat vertelde, voor de lezer zo. Dat je wel iets hebt aan, denk ik, een soort van, dat je meer hebt aan iemand die bereid is om naar je te luisteren, dan iemand die op je schouder klopt en zegt, oh arme, dat moet wel erg zijn en dan door. Waar komt dat schouderklopje ook vandaan? Dat vraagt iemand zich ook af. Ja. Maar dat klopje op de schouder, wat is dat eigenlijk? Ja. Ja. Wat moet dat zeggen? Wat betekent dat? Wat voor, ja, inderdaad. Ja. Deze roman zegt ook heel veel over wat met een koppel kan doen. Deze man, en je hebt hem een paar keer gezegd waarom je gekozen hebt om deze man op een oudere leeftijd te laten terugblikken. Maar het kwam ook niet vroeger. Nee. Ja, ik heb ervoor gekozen om hem te laten helemaal in dat verdriet gaan op het moment dat zijn verandering is. Omdat ik ook wel vaak zie dat verdriet, dat is als een onzichtbare draad die aan elkaar weeft, zeg maar. Laten we zeggen, het ene verdriet maakt het andere wakker. En het is bij het verlies van een vrouw, denk ik, dat een pas kan zichzelf toestellen omwille van het feit dat nog een keer terug naar binnen komt, want hij verliest zijn vrouw, maar hij verliest natuurlijk ook de moeder van een overleden kind. Om daar te worden stil te staan. Hij zelf, ik weet dat is natuurlijk een personage, was daar niet vroeger tot in staat, omdat het allebei niet kon. Het personage, in de zin van zichzelf verspiegeld zien in de blik, daar ergens een verleden in zien, een geschiedenis, een gedeelde geschiedenis in zien. Het is alsof dat die blik moest verdwijnen. De blik naar zijn echtgenote, zeg maar. Maar hij moest blikken. Als ik het goed heb gelezen of begrepen, durfde hij zich ook bijna niets te herinneren. Want dat is natuurlijk de pijn in de ogen kijken. Ja. Hij durfde zich niets te herinneren omwille van, denk ik, twee zaken. Enerzijds de pijn. Ik denk dat we allemaal op een niveau het idee hebben dat we verdriet uit de weg kunnen gaan, dat we trauma uit de weg kunnen gaan. Ik denk dat dat ook een soort van overlevingsmechanisme kan zijn. Maar dat is nu wel ervaring. Ervaring ligt nu wel op praktijkervaring. Dat je er soms dat je er niet mocht wel kijken. Hè. Dat soms het beter is om er door te gaan om naar een punt daarvoor bij te komen. Maar ik denk dat bij hem
een belangrijke motivatie was de angst om die herinnering te besmeuren. Om de angst, als ik eraan denk of als ik ermee bezig ben, ga ik haar nog kunnen zien op een manier van voor die gebeurtenis. En dat er heel veel schrik voor dat dat niet mogelijk zou zijn. Dat het trauma in een retroactieve beweging alles zou gaan kleuren. En een andere rode draad, door dit boek, een heel pijnlijke rode draad, is de schrik om dood te gaan, want dan stopt het herinneren ook. Ja. Ja. Dan is het pas echt dood. Ja. Inderdaad. Maar dat is verschrikkelijk. Mm-hmm. Ja, daar begin ik ook mee. Met dat in te schrijven, dat is de angst van als ik er niet meer ben, wie gaat er dan nog herinneren? Hè? Wie gaat er nog eren? Ja, inderdaad. Als hij dan toch spreekt, of schrijft, of beslist om het te doorwerken, zoals jij dat in het jargon dan zegt, dan zegt hij, doet pijn, maar ook deugd. Ja, het is een raar woord, deugd. Ja, deugd, omdat een zichzelf verrast, gebruik dat woord graag, ik vind dat een heel mooi woord. Omdat een zichzelf verrast, omdat het nieuw is voor hem. Hij begint aan haar te denken, hij begint te mijmeren en hij ervaart op, of hij beleeft dat het eigenlijk fantastisch is om haar te bedenken, om haar te herdenken, om daarin te mijmeren. Het doet tegelijkertijd heel veel zeer, maar het is ook moeilijk. Dus hij heeft er deugd van. Ja. En hij beseft of hij begrijpt dat hij zichzelf ook wel iets ontzegd heeft al die jaren. En dat hij blij is om alsnog zichzelf dat te kunnen gunnen, op een punt te komen dat hij zichzelf kan gunnen om haar te herinneren en dat toe te stellen. Ja. Wat heeft het jou geleerd, dit schrijven? Geleerd? Oh, dat is een moeilijke vraag. Wat heeft het mij geleerd? Dat ik vooral moet blijven schrijven. Nee, ja, ik weet het niet goed. Wat heeft het mij geleerd? Dat je... Dat het oké is om daarmee bezig te zijn, om met dingen die moeilijk zijn of zwaar kunnen zijn, of dingen die op je pad komen, die op een bepaald moment onbevattelijk kunnen zijn, om daarmee bezig te zijn en daar vooral iets mee te doen. Want dat is vooral, ik vind dat een heel moeilijke vraag, wat heeft het mij geleerd? Ik denk dat het mij iets geschonken heeft. Ja, maar ik stel de vraag omdat je het zelf meteen aan je eigen moederschap koppelt. Ja? Dat was nodig om dat te kunnen, blijkbaar bijna. Ja, dan heeft het dat geleerd. Ja, je moet durven. Dat durven. Ja. En te durven schrijven ook, want wat ligt er dan nog aan in die schijf? Ga ik hier naar Polk? Ja, op een bepaalde manier moet ik toch beangstigend, omdat jij... Omdat ik nu allemaal zo doorleeft en van dichtbij en vanuit de noodzaak, klinkt dat ik denk, dan ga ik daar nog maar eens over gaan. Ja, ik heb van de week nog met hem zitten modderen en die zei, die heeft iets gelezen van mij en die zegt, dat is weer zo, dat verdriet zit daar weer zo in, hè. Hoe komt dat? Ja, ik weet het niet. Omdat dat ook in mij zit, zeker denk ik. Maar goed, ik heb ook nog een heel levig werk liggen over moraliteit. Ik heb dat ooit aan de Paul gegeven als een manuscript van 900 bladzijden. En ik zei tegen Paul, zeg je dan een keer wat hij lezen? Ach, maar hij heeft het niet uitgelezen. Dus dat had ik nog niet. En daarnaast natuurlijk een familieroman. Want je zegt de dagboeken, dat is niet voor te publiceren. En dat is ook wel zo. Maar ik ben de voorbije 4 jaar hard aan het werk en een familieroman over mijn grootvader met een zware spant. Ik vind dat fantastisch. Dat is dat allemaal uitpluizen, met mensen gaan spreken, archieven induiken, want die man heeft ook in de oorlog gezeten en in het verzet. Dus dat vind ik fantastisch, maar inderdaad, ik denk dat dat niet is dat ik ga publiceren. Waarom niet? Oh ja, dat komt wel heel dicht. Ik gebruik ook echt een naam, Trenson, omdat het moet. Die naam heeft, is betekenisvol. En
het is ook een product, het is een arbeid, het is een boek die mij in staat stelt ergens voorbij te gaan of niet. Maar toch nog net iets, denk niet dat het leuk is hier op gezet zijn, maar wie weet, maar ik denk het niet. Dus daar ben ik ook mee bezig. En ik ben ook met iets nieuws bezig, maar misschien daar nog. Nee, is het. Is schrijven leuk voor je? Doe de deugd. Ja, fantastisch. Ik vind dat fantastisch. Dat is voor mij tot rust komen. Mijn gedachten, die zijn leeg. Terwijl dat er van alles uitkomt. Ik vind dat, ja, dat is fantastisch. Ik deed dat vroeger vaak in dat Dij van Droom. Ik vond het daar enorm rustig. Echt een bestemmingsplek. Nu ga ik naar Dardenne, op mijn manier. Want dat is wel zo, ik heb rust nodig. Ik moet geen mensen rondom mij in de stilte eigenlijk, alleen. En ik heb daar zeer in deugd voor. Zeer goed, ja. Je moet jouw dochters aangeven dat de tijd om is. Ja. Is dat goed voor jou? Ja, maar ik heb de mensen wel iets aan het overleefd, hè? Ja, ik heb het overleefd. Ik denk dat het ging iets verrassend zijn. Je hebt al een beetje prijs gegeven, denk ik. Hè? Ja, iets nieuws. Ja, iets nieuws. Ik ga de avond afsluiten en voordat we allemaal iets gaan drinken. Met een stuk uit een nieuw werk eigenlijk. Want ja, het overgeet verdriet. Sommigen van jullie hebben dat misschien al gelezen, anderen gaan dat lezen. Dus ik denk, dat leest je dan maar op je gemak. Dus waarom niet iets nieuws? Daar had ik eigenlijk veel meer zin in. Nu, mijn nieuwe boek, een aantal maanden terug, ik denk dat op de radio was dat ik eerst iets hoorde over woonzorgcentra. En dan besloot ik om de panelreportage te bekijken. En ik was diep ontroerd. Om te zeggen, bij bepaalde momenten gechoqueerd door wat ik te zien heb gekregen. En nog datzelfde moment dacht ik, ja, alweer een oude man. Ja, het is alweer een oude man. Ik begrijp het zelf ook niet meer, het is toch zo. En daar ben ik nu eigenlijk heel hard mee bezig en ik vind het echt plezier om het te schrijven. En ik ga jullie daar nu bij het voorlezen. Heeft u altijd uw oude dag willen slijten in een mooie en rustige omgeving? Houdt u van een wandeling in de Vlaamse velden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Fortuna blaakt te midden van een beetje Slaanse natuur. Bent u bovendien een Bourgondier en houdt u van lekker eten en drinken? Verwarm uw smaakwapperen met de topgerechtjes bereid door onze chef. Mag het al eens een aperitiefje zijn? We nodigen u uit voor een cava op een zonnig terras. U laat schoonmaken vast liever over aan een ander. Wij zorgen ervoor. Stelt u privacy op prijs, maar bent u liever niet helemaal alleen. Wij bieden u een luxe kamer, alleen of met twee, wat u verkiest. Vindt u dat zorg en persoonlijk contact? Twee keer zijn de zin van eenzelfde medaille. Ons personeel staat altijd voor u klaar. U hoort het. Kom uw geluk beproeven bij Fortuna en ervaar dat ook uw oude dag, elke dag, vakantie kan zijn. U komt toch ook. Lieve Cyril, ik zit hier thuis in mijn bureau, de zon schijnt, de hemel is azuurblauw en je zou het een prachtige dag gevonden hebben. Weet je nog hoe je kon genieten van de zon op je gezicht, terwijl je probeerde de letters te ontcijferen met je dikke leesbril en later met je vergrootglas van het zoveelste boek dat ik van je meenam. Weet je nog hoe je alles in het werk stelde om het personeel zo ver te krijgen dat je buiten mocht zitten op de veranda? Hoe kon je van je ogen maken als je te horen kreeg dat dat te gevaarlijk was? Of dat er geen tijd was voor dat soort buitensporigheden? Dat je binnen diende te blijven, waar het schare personeel het idee van overzicht kon bewaren? En hoe kwaad kon je toen worden? Dat je geen peuter was en dat als je daar zin in had, je naar buiten wilde. En dat ze maar moesten proberen je tegen te houden. Je was meer dan eens het onderwerp van gesprek tijdens de overdracht. We hielden veel van je, Cyril. Ik ben net terug van een bezoek aan je graf. Daar heb ik een kist achtergelaten met daarin een exemplaar van je boek,
de laatste halte. Ik denk dat je trots zal zijn. Het is een mooi verhaal geworden. Ik wil je laten weten waar je ook bent, dat ik het een eer vind dat je mij hebt gekozen om secretaris te zijn van jouw leven. En ik heb mijn tijd genomen om de honderden velletjes te verzamelen, te ontcijferen en neer te tikken. En op het laatst, de opnames die je hebt gemaakt, op het dictafoontje dat ik jou heb gegeven, weet je nog, toen het steeds moeilijker werd om te schrijven, die heb ik met ontroering beluisterd. Ik herinner me nog de dag dat je bij ons binnenkwam, je intelligente, onderzoekende blik, je gefronste, dikke witte wenkbrauw, je had je zondagse pak aan, zoals het een keurige heer betaalt, met opgeheven hoofd, je stok in je handen en je hoed mooi op je grijze haar getrapeerd. Je bleef even voor de ingang staan, Talbot. Je beide handen rustende op je stok en je bekeek je moeder thuis aandachtig. Ik had toen dienst en ik wachtte je op en keek naar jou. Ik bedacht bij mezelf dat ook jij waarschijnlijk onder de indruk was van de pracht en praal aan de buitenkant van Fortuna. Maar dat je er snel zou achterkomen dat die façade wel degelijk een façade was. En ik heb het je nooit gezegd, maar weet je wat ik toen ook dacht? Wat een mooie man, al was hij toen de 90 reeds gepasseerd. Maar hij kon gerust 20 jaar liegen en dat wist je. Het was niet zelden een troef in het veroveren van de vele vrouwenharten. En toen keek je nog even achterom en je nam afscheid van het leven dat je achter je had gelaten. Als een definitief punt bij het besluit van een hoofdstuk. Dit was de laatste halt en dat begreep je vandaag één. Herinner je het nog dat je binnenkwam? Ik ontving je. En zoals het ons staat voorgeschreven, met een tas koffie en een chocoladebonbon. Je keek me ondeugend aan en zei, juffrouw, het is 4 uur in de namiddag. Is het geen tijd voor een aperitiefje? Ik lachte, maar zweeg. Komt u naar meneer Van Dalen, dan geef ik je wat uitleg. Ik heb je toen rondgeleid, kamer 106. Het lijkt een eeuw geleden. Ik heb altijd gedacht dat je meteen wist dat je een foute beslissing had genomen om hier je laatste dagen te sluiten. Maar je kon niet echt meer terug, zoals velen die hier staan. Net als velen heb je laten verleiden. Dat spijt me zo. Het is niet eerlijk. Mensen geloven eenmaal graag in sprookjes. Dat is niet anders voor diegene onder ons balancerend op de afgrond van de dood. Vol verlangen om die laatste rit uit te zetten. Om erin te luxen, maar toch vooral in een omgeving waarin men niet wordt vergeten. We hopen het allemaal. En daarom geloven we in de dingen die niet echt zijn. En negeren we alle alarmbellen. Onze behoefte en liefde is zo groot dat we enkel de lokroep geloven. En dat weten ze, die geld worden. Ze spelen er handig op in. Uitbuiting van oudjes die niet weten wat gedaan met het geld waar ze hun hele leven hard voor hebben gewerkt. De confrontatie met de werkelijkheid is voor velen ondraaglijk en regent tot een voorspoedige dood. En op elke manier zijn ze de gelukkigen. Maar jij was toch net een beetje anders. Het heeft me altijd zo'n deugd gedaan, te zien dat je niet bent verbitterd of uitgedoofd, zoals een kaarsje. Ik was even bang, dat wel. Je hebt het moeilijk gehad, Siri. Ik kon het zien in je ogen. De teleurstelling, machteloosheid, uiteindelijk de wanhoop. Maar gelukkig was ook ondeugendheid, vastberadenheid en strijdlust. En ik ben blij dat je hebt gekozen voor het leven, ook al bevond je je in de hel, zoals je deze plek accuraat hebt beschreven. En ik ben blij dat je bent beginnen schrijven, Cyril, het heeft je goed gedaan. Je bent iemand die je lot omarmt en daar het beste probeert van te maken. Heb je dat niet al je hele leven gedaan? Al van dag 1? En waarom zou het anders zijn in de aanloop naar wat je laatste dag zou worden? Cyril, ik denk dat je blij zou zijn mocht je me nu hier zien zitten aan mijn bureau, verscholen achter een berg cursussen die voor me liggen. Dank je voor de verzamelde werken van Nietzsche die je me hebt gegeven en die ik gretig verslind. En voor het eerst denk ik dat ik je minachting voor het verpleegpersoneel en in uitbreiding het verplegend beroep heb begrepen. Ik durf je nog steeds tegen te spreken op dat punt, zelf nu je me niet meer van de wereld wordt kan doen, maar toch begrijp ik je wezen. Een onbehagen die ik ook bij mezelf ontwaar en niet langer kan ontkennen. Het heeft mij een ander pad doen inslaan. En je brief bewaar ik in mijn nachtkast en die herlees ik heel vaak als ik het moeilijk heb. En dan zie ik je voor, dossierend, minzaam. En dan is het net of je hier bij me bent en me aanmoedigt en gerust staat. Angst is het duizel van de vrijheid. Woorden die ik lang niet heb begrepen, nog steeds niet, maar ik begin een idee te krijgen. Ik zal het wel halen, Siri. Ik zit in mijn derde jaar literatuur. U hoort het goed.
die studie waar je niets mee bent, zoals ik altijd argumenteerde, als je nog maar een keer vroeg waarom ik niet heb gedaan wat ik wilde doen in mijn leven. En jij steeds repliceerde met, ik heb steeds de keus, maar ik dient te weten dat ik, als ik niet kies, ook nog kies. En ik je daarbij niet begrijpend aankeek en een dag later het hoofdwerk van zacht in mijn bakje vond, voorzien van een post-it waarop stond voor Roos. Durven is even de grond onder je voeten verliezen. Niet durven is je leven verliezen. En ik ben blij, Siri, dat ik heb gedurfd. Dank daarvoor, Roos. Mijn naam is Siri van Dalen. Ik ben 92 jaar en een schim. Zo dat telt bij wijze van introductie. Een schim? Zeer zeker, een niets of ook een leegte. Of nog beter, een niets dat de leegte verspert. Ik ben niet dood. Mijn lot is veel erger. Ik ben een levende dode. Het klinkt dramatisch, ik weet het. En hoewel ik niet vies ben van dramatiek, is dit puur ernst. Sinds 2 jaar leef ik in Fortuna, een commercieel woonzorgcentrum, in de volksmond bekend als een rusthuis of home. En sinds 2 jaar ben ik niet meer. Ik verwachtte de hemel, kwam terecht in de hel. Ik ben vergeten, ongemerkt opgegaan in het moeilijke. Dit is geen prettig verhaal. Het wordt de neerslag van de laatste 2 jaar van mijn leven. Een leven als een schim, niet meer dan een lijf gerotten door urine gedrenkte vodden waarin ik zit opgesloten, onderworpen aan minachtende en vervelende drukke, smalende opmerkingen, irritatie, agressie. En je zou denken dat het erg is, maar dat is het niet. Het ergste is de betutteling, het medelijden. Behandeld worden als een kleuter, een leeghoofd, een afvalobject op weg naar de poort van Magerheim, de zijstreeks in het zicht, het kan niet snel genoeg gaan. Laat het niets dat de leegte verspert, alsjeblieft ruimte maken, hoor ik ze denken. Ben ik verbitterd? Behoort tot de mogelijkheden. Doch ik nodig iedereen uit om hier te zitten en de laatste dagen te slijten. Het is cynisme omarmen en naar het sterk te puren, of het is verwelken als een verlap te doen. En ik verkies het eerste. De strijd is dat we in de geen, ik kan er niets aan doen. Dus ja, het wordt geen leuk relaas, maar moet het verhaal plezant zijn? Als dat zo is, zou ik niet goed weten hoe ik het vermakelijk moet neerschrijven. En ik verontschuldig me al bij voorbaat bij Marieke en Roos, 2 schatten van verzorgsters, die nu de zwaar, zeldzame uitzondering vormen op de regel. Naar zij weten dat ik dit neer kan, en ze moedigen me aan. Alles wat helpt om subsidies te krijgen, ze leeft te gniffelen. Als ze sluiks meelezen, wat ik op lukrake velletjes moet krabbelen. Het is een verhaal over waardigheid, of beter het gebrek eraan. Maar niet alleen dat. Het wordt een verhaal over mij, Cyril van Daal, 1,85 meter groot, 80 kilogram zwaar, een bom van een vent, en al zeg ik het zelf, die reeds 92 jaar op deze aarde rondsluitert. Mijn leven, dat ga ik uitschrijven op papier. Om mezelf en anderen getuigen te maken van het evidente feit dat ik leef, want ik heb de indruk dat dat vergeten wordt. Ja, ik leef nog steeds, ook nu, op een oude dag. Ik ben meer dan een doorn in het oog van al die jeugdigen die de aanblik van de nakende dood schuwen. En ja, ik word niet meer beluisterd, maar het maakt me niet lang dood. En ja, ik kan mijn achterste niet meer afkuisen, maar dat maakt me geen peuter. En ja, ik geef toe, ik ben geen Adonis meer van 30, maar dat maakt me niet minder mens. Ik vecht terug, ik weiger nog langer schim te zijn. Ik weiger nog langer om niemand tot last te zijn. Ik zal spreken en iedereen zal me horen. Ik ben goed op dreef, maar ik moet wel. Ik betrap mezelf nu al veel te vaak dat ik rondstompel op de gang in mijn pyjama, vergezeld van mijn bakster, doelloos. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Men zegt dat dieren in gevangenis dat ook gaan doen als ze zich vervelen. Die lopen dan rondjes in een kooi tot ze erbij neervallen. Dood door verveling. Het is een keer iets anders. Maar op de dag dat het pijn tot me doordrong, dat ik niet veel anders was dan die leeuw in een of andere triestige dierentuin, begreep ik dat ik in actie moest komen. Meteen, ik bedoel maar, het enige wat me bespaard blijft is het vandalisme. Maar ik word genegeerd. En als ik me wil laten horen en protesteer, dan ben ik lastig en word ik platgespoten. Hierbij kan en mag ik me niet neerleggen. Want vergeet niet, we worden allemaal oud, we takelen allemaal af. Ook voor u komt er een dag dat u uw achterste niet kan afvegen. Ook u zal de vernedering moeten ondergaan van gevoederd te worden door een of ander idioot die je bovendien nog ongeduldig aanmoedigt ook. Kom aan, Cyril, nog 4 hapjes. Meen je dat? Echt? Hoor je dat goed? Ja, je hoort het goed. Het staat ons allemaal te wachten. Dank u wel. Voilà.
wil zeggen, dank u wel dat je allemaal aanwezig bent. Ik vind dat fantastisch. Ik vind het heel fijn. En laten we vanavond afsluiten met receptie. Dat gaat weer buiten door. Het is lekker weer. Ik zou niet willen binnenkruipen, dus we gaan op onze masker naar buiten gaan. En natuurlijk zal ik wel signeren voor mensen die dat willen. Dank u. Thank you.